Boven de daken van Oud-Molenbeek glijdt een zwerm ganzen. Lichte wolken, een geur van regen in de ochtend. Plots dat bleke strijklicht, een gevoel van vage hoop tussen de lage wolken. Bedrieglijk en verleidelijk omdat de straten ontwaken. De jonge fruithandelaar heeft zijn waren uitgestald. In de oude cafés, aan kleine, klamme tafels, worden de ogen, de monden en de handen geleidelijk en tastend wakker. De oude meubelventer is verhuisd. Een spaanderplaat verheelt afwezigheid met blauwe graffiti. Zijn dochter ging het huis uit toen haar broer niet meer teruggekomen was. Zijn mobieltje, dat heeft ze nog. Ze belt soms naar een mens die niet meer bestaat. Stilte aan de overkant. Of wordt het nummer nog steeds afgeluisterd, ergens in een smal en veel te warm kantoor? Waar is haar vader heen? Het is te vroeg voor trekkende ganzen. De warme winter heeft hun innerlijke klok van streek gebracht. Wind wervelt plastic in de straten op. Kleine engelen, doorschijnend en vervuild. De enorme flatscreen in de Doornbar ligt op. Verschijnen komt eerst nog zonder beeld, dan is er plots een wereld. Het explodeert en daalt als suiker over de eerste thee en koffie. Een meisje fietsend door de straat op weg naar haar schoolklasje, daar achter de oude weidse bocht. Verbeelding fluit erna. Ze rijdt langs auto's met parkeerbonnen en glinsterende rommel die uit een open koffer steekt. De kledinghandelaar hangt rijen blouses naast rijen sjaals. De dochter van de meubelventer heeft geen haast, maar toch lijkt ze te razen door de stille straat. Een reporter vraagt haar in het Engels waarom ze niet over haar broer wil praten. Hij duwt een microfoon tegen haar gezicht. De camera zoomt in. Ze knijpt de ogen dicht, schudt met het hoofd, maakt een afwijzend gebaar. Ze springt van het voetpad, steekt de straat over. Uit een auto schalt muziek, Sura 532 in een glitterversie met bonkende synthesizer. Daar is het kantoor van de politie. Ze weet, ik word verwacht. Dat heeft ze aangevraagd, weken geleden al. Maar nu het te laat is, voor wat dan ook, waarom wil ze dan toch terug waar ze nog recht op heeft? Ze kent de wijkagent. Ze weet dat hij doorgaat voor een goede vent die eigenlijk het beste voor hen wil. Alleen, hij kijkt zo vreselijk scheel uit die lichtgrijze ogen van hem, boven die geelgrijze snor, dat ze zich nooit kan concentreren of niet ziet wat hij wel ziet of net niet. Zelf studeert Nouria rechten in Brussel. Ze is trots op haar Belgisch paspoort. Voor vandaag heeft ze zich een beetje opgemaakt. De agent van de politie ziet dat graag. De deur staat tegen. Het is twee treden op en in de gang zitten alweer die zorgelijke gezichten boven rompen die zo weinig mogelijk bewegen. Als je niet beweegt, dan ziet de dood je niet. De blikken volgen haar, terwijl ze naar de deur, daar, rechts, achter in de gang, op weg is naar een put in haar geheugen. Dag, Nouria. Dag, meneer agent. Ga zitten, Nouria. Dank u, meneer agent. Hoe is het, Nouria? En met uw vader? Dank u, meneer agent. Goed, meneer agent. Maar met mijn vader niet zo best, meneer. Ik heb geen nieuws van hem. Hij is vertrokken naar waar het is, meneer. Daar waar het is begonnen, meneer. De radio staat op. De eindeloze doden in het zand, het trillen van vernielde steden, grondvesten, stof en bloed, gillende sirenes.
de beursberichten. En dan de voetbaluitslagen van triomferend Zulte-Waregem met een verslagje van onze gillende reporter ter plaatse. Gejuich alom, dan komt nog wat reclame, een modderscheutgeluid. De radio gaat uit. Dood water zingt in oude, lode buizen. Meneer Crenon, wijkagent, bladert in bladeren, stapelt een stapeltje op een stapel bij een stapel, vouwt de handen en kijkt Nouria aan. Ziet de jonge vrouw, handwringend en bang, hem aanstaren in angstige verwachting. Meneer agent, weet u al iets meer? De blik boven de stapels is niet onvriendelijk. Wel, kijk, regardez, cher Nouria, de zaak is deze. We weten nog altijd niet zeker waar uw broer, waar de resten van uw broer, we weten nog altijd niet of het materiaal nog wel wordt vrijgegeven. Het materiaal, meneer? Maar meneer, dat duurt nu al weken dat ik... Rustig, Nouria, rustig, laat me even uitspreken. Kuch, rokershoest, een slok koffie. Een scherpe adamsappel in een oude keel. Wilt u wat water, Nouria? Nee, meneer, zeg mij, waar is mijn broer? Kuch wordt piep, piep wordt hoestbuitje. Pardon, excuseert u mij. Kijk, er is een probleem met het dossier voor de repatriëring van het materiaal. Maar het is toch al terug in het land. Al anderhalve maand. Waar ligt mijn broer? Waarom mag ik zijn, zijn stoffige resten niet zien? U bedoelt zijn stoffelijke resten, Nouria. Dat is niet zelden, hè, zijn stoffige resten. Dat zou wel eens kunnen, mevrouwtje, hè? Onder het woestijnstof, dat zal wel zijn opgewekt. Je kunt u dat voorstellen, met zo'n knal. Excuseer. Ik weet ook niet veel meer dan u. Het is... Maar waarom duurt het zo lang? Waar wordt dat met mijn broer erin bewaard? Waarom krijg ik dat adres niet van u? Waarom kan ik niet, wat iedereen kan, mijn eigen dode broertje zien? Rustig, Nouriaatje, rustig, meisje. Het komt wel in orde. Ik weet niet. Misschien komt het helemaal niet in orde. Misschien is de orde zoek. Er is een probleempje met uw broer. Zoals je wel weet, uit alle gazetten en van op de televisie, tja. Je weet toch dat uw broer een soort staatsvijand is? Was Nouria. Je weet toch dat hij niet alleen de rechtsstaat, maar ook uw eigen gemeenschap heeft verraden? Wie gaat je overtuigen om hem hier ergens op het kerkhof van Oud-Molenbeek te begraven met een limousine en de pastoor misschien, tja? Maar dat wil ik ook niet, meneer politie. Ik wil hem elders laten. Hij moet nu rusten, ook in mijn hoofd. Ik moet hem een plaats geven, omdat hij elke dag komt spoken, weet u? Een spokende ziel die niet kan rusten. Nouria barst even in huilen uit, herneemt zich recht terug. Kijk, meisje, zegt agent Crenon, we doen ons best, nietwaar. Het dossier zit geblokkeerd. Ik weet heus wel waar en jij kunt daar niets aan veranderen. Agent Crenon tikt met de achterkant van zijn potlood op een gesloten dossier. Geef mij het adres van die dienst, alstublieft. Nee, Nouria, dat zal niet gaan. Allons, zeg, viens. Maar meneer agent, alstublieft, ik mag toch wel mijn eigenste broer begraven, toch? Meneer? Luistert, Nouria, uw broer is er niet meer. Meer nog, er is geen spaander, wat zeg ik, geen spier en geen vezel meer van heel. Er is alleen een dossier. En dat zal vanzelf wel begraven raken, tu comprends? Meneer Crenon, ik smeek u. Ik wil de stoffelijke resten van mijn broer begraven. Dat is alles. Ligt dat ergens in een... Waar zit die zak in een frigo ergens, meneer?
Wordt dat dan ingevroren als dat moet wachten? Of ligt mijn broer bovengronds ergens te rotten? Zodat kraaien en wormen zijn resten kunnen vreten als iedereen hem vergeten is? Enfin, Nouria, wat zegt jij nu? Dat is hier geen theater, hè? Ik weet dat ook niet. Doe het niet zo sentimenteel. Hier, pak een zakdoek. Ik kan niet tegen schreiende meisjes. En zeker niet als ze zo schoon zijn gelijk jij. Nouria snuit luidruchtig haar neus. Allee, Nouriaatje, wat is dat nu? Het is genoeg. Allee, donf, viens, zeg. En houd ermee op. Uw broer is een verrader. Een vijand van een verdraagzame samenleving, van alles waar jij je eigen leven aan te danken hebt. Een jongen van de terreur en het ongerichte geweld. Je moet niet zo zitten janken, dat stuk uitschot heeft uw verdriet niet eens verdiend. Hij was altijd zo vriendelijk voor mij, meneer. Het is toch mijn broer. Kunt jij u dat toch niet voorstellen, dat uw broer of uw zus... Hola, hola, dat gaat hier niet zomaar, hè. Mijn broer, de officier de police. Gaat je nu al op mijn gemoed proberen inwerken met uw gesnotter en misbaar? Ik zeg het u toch, dat dossier zit zo vast als een geblokkeerde Kalashnikov. Wie denkt je te overtuigen? Wilt je een staatsbegrafenis misschien? Moeten we dergelijk uitschot nog met een fanfare te graven dragen en een bloemenketje op zijn graf gaan leggen? Zijt gij uw verstand verloren? Hebt gij geen oog meer voor de realiteit? Geen respect voor de gevoelens van de mensen? Zelfs hier in uw eigen wijk, uw quartier de Molenbeek, uw verwanten en familie? Maar ik heb verder geen familie meer hier, meneer politie. Ik heb alleen die zak, die body. Ik wil iets van mijn broer begraven, wat dan ook, hoe dan ook. Mijn vader is hier vertrokken sinds ons huis. Je weet wel, we huurden hier nogal goedkoop van de burgemeester. Enfin, ik bedoel... Lange stilte. Het dood water in de oude buizen. Gorgelt stilletjes als in een droom. Buiten op de gang wordt op een deur geklopt. Een mannenstem verheft zich tegen een vrouwenstem, talen en kreten. Een motor raast door de straat voorbij. Fijn zilveren stof kringelt onder de neonlamp. Het maakt wenkbrauwen en wimpers grijs en vuil. Ik smeek u, meneer politie, geef mij het adres. Maar... Nouria, er is helemaal geen adres waar jij wat dan ook kunt vinden. Weet ik veel waar die flarden van uw broer momenteel zijn. Het is genoeg. Ik zal u wel op de hoogte brengen wanneer ik iets weet. Nee, meneer, nee. Geef mij adres. Ik zal betalen. Ik heb nog geld van de meubelverkoop. Ik wil veel geld aan u. Nu is het verdomd genoeg, Nouria. Maak dat je wegkomt. Ik heb genoeg van uw gedoe en uw vertoon. Meneer, nee. Nee, meneer, zeg mij, ik wil alleen maar hem begraven. Kom volgende week nog eens terug, Nouriatje. We zullen zien wat we zullen zien. En als we dat niet zien, dan zien we wel weer. Allee, circulé, gaat nu naar huis. Je moet niet treuren over een mens die anderen de dood in meesleurt. En jij die dan zo zorgzaam wilt... Je bent te goed, Nouria. Past goed op jezelf, nietwaar? En doet de groeten aan uw papa, monsieur, votre père. Allee, als je hem nog eens ziet... Ondine, komt geen keer, madame. Wilt je Nouria naar de uitgang begeleiden? Nee, meneer, nee. Ik wil niet naar... Ik wil gewoon mijn broer alleen maar... Op de gang is tumult te horen. Een deur zwaait open. Een man begint te schelden. De agent bewaart zijn kalmte. Er waaien geuren van motorolie en leder door de gang. Een vrouw met tassen zit prevelend te wachten. De agenten kijken rustig en bereid tot luisteren. Maar wet is wet. Buiten is nu alle leven weer tot leven teruggekeerd. De meeuw op het dak glijdt naar het westen, mee met de wind. Het is 9:30. In Molenbeek wandelen 3 meisjes, kauwgom in de mond.
Ze kijken een beetje uitdagend naar zichzelf in de vitrines van de tapijthandelaar die ook zilveren kandelaars verkoopt en hun toeroept dat ze hoeren zijn. De meisjes gooien hem kushandjes toe en stappen in de rode auto van hun broer. Alle koopwerk komt uit het moederland, gegarandeerd. Kijk hier onderaan. Hier lijkt het nog een beetje vreemd, maar het is prima kwaliteit. En er is... En alles is in overvloed. Gloednieuwe Korans, de geur van boeken uit Damascus of Riyad, gebreide mutsen voor de laatste koude dagen. 3 auto's in de garage van de autohandelaar. Robert Le Cafir noemen we hem plagend. Hij is niet duur en hij zegt ons altijd goeiedag. Zijn dochter, dat is ook een hoer, zo in mijn korte rokken. En Cafir zegt dat ze van hem alles mag. Mijn vader moet ik zeggen, ik moet mijn vader zeggen dat mijn broer, mijn vader is blind geworden nadat mijn broer daar bij het voetbalstadion in een gevecht verwikkeld geraakte. Het was nochtans de ploeg waar hij zelf nog bij had gespeeld. Hij voetbalde goed en graag, mijn broer. Hij was keeper, u weet wel. En mijn pa, die zei altijd, later, als jij beroemd en rijk gaat zijn, mijn jong, jij voetbalt als de beesten. Ja, voetbal, dat zei mijn vader altijd weer. Voetbal als de beesten. En wij lachten om zijn grappige fout. En hij, mijn vader, toen hij nog niet blind geworden was, hij lachte met ons mee. Plezier dat wij hebben gehad. En nu moet ik... Ik weet niet waar... Ik forceer de oude deur. Ik wring me langs een oude spaanplaat. Ik verschans me in het oude huis. Ik weet niet wat ik zoek. De geur van schimmel heeft de oude geuren verdreven. Het lijkt hier wel een grot waar roofdieren in hebben geleefd. Er ligt nog een tapijtje. Een tapijtje waarop ik met mijn broer... Oh, wat ben ik plots misselijk. Er is een uitzicht in de achterkamer. Daar zag je het voetbalterrein. Daar zag ik hem dagen in de regen staan, in het doel. Hij stond altijd trouw in het doel en liet geen bal passeren. Tot die ene keer dat hij uitgleed in de modder. De bal raakte hem vol in het gezicht, zodat hij met zijn hoofd keihard tegen een paal bonkte. Een ogenblik bewusteloos bleef liggen. En toen hij, omringd door de andere spelers, bijkwam, de ogen opende en zei met die zachte stem van hem, ik doe dit nooit meer. En wegwankelde van het terrein van zijn kinderjaren, van wat we van hem wisten, met geen woord. Tot de dag kwam dat hij ons een selfie stuurde. Woestijnwind en orakels, zwarte vlaggen, oorlog op de achtergrond, het knetteren van heilig vuur en die zachte blik van hem, de jongen in de man, het kind in de jongen. En hij terugkwam tot hier, waar wij hem niet herkenden en hij ons niet meer leek te zien. Ik omhelsde hem en hij ontweek mijn armen alsof ik hem wou slaan. Broer, zei ik, broertje van me. En hij, ga niet uit de weg wat jou heeft gekozen, maar ga weg van alles wat je hier nog bindt. En plots, die kleine, hele kleine, zwarte kool, zwarte plek in zijn zachte ogen. En ik zei, kom toch broertje, vader wordt blind, moeder is er niet meer, laat niets tussen ons. En hij die wegwandelde met die smalle schouders opgetrokken. Ik moet hem vinden, bij elkaar puzzelen, de stukken in elkaar passen. Kun je zo'n bodybag openen? Kunt je dat doen? Kun je daartegen? Moet je kotsen of huilen? Of krijg ik een handvol zand om te begraven wat niet te vergeten valt?
Waar moet ik dit beeld begraven? Er vliegen ganzen over het verlaten voetbalveld. Ganzen zonder zichtbare weg. Hyena in mijn hoofd. Gieren in mijn hoofd. Zand in mijn ogen. Ik zie een stad in zand verdwijnen. Ik had twee broers. De ene sloeg de andere mij soms ook. En er is niets meer te begraven. Dank u wel. U luisterde naar Antigone in Molenbeek, gelezen door actrice Dunja Mahamed. En het is een ongelooflijk prachtige gelegenheid hier vanavond. Ik ben er buitengewoon trots op dat we deze tekst gelezen hebben. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. En u bent hier onder andere omdat wij dit vanavond doen als een soort phoenix-moment. De vogel sterft uit de as, vrijst de nieuwe. We hebben anderhalf jaar geleden een Forum on European Culture georganiseerd. En dat doen we dit voorjaar weer, voor de tweede keer, vanaf 31 mei, 4 dagen lang. En dit is een tekst die we een opdracht gegeven hebben aan Stefan Hertmans. We hebben hem gevraagd om iets te maken. Show, don't tell. Maak iets over Europa, over dit moment en over de Europese cultuur. Marlijn Geurts en ik waren op een ochtend met hem in het ambassadehotel. En dit is als afsluiting van het vorige forum, maar eigenlijk ook als begin van het volgende forum bedoeld. Want het mooie was die ochtend aan het ontbijt. Hij zei, ik ben in Amsterdam. Ik heb er geen tijd voor, maar ik vind het leuk om jullie te ontmoeten. En wij praten over toneel, theater, over de inspiratie die theater brengt. Die toneelteksten brengen, die de oude Griekse tragedies brengen. En toen hadden we het over Antigone, Sophocles. En op dat moment zagen we, en toen we dan naar buiten stapten, Marlijn Geurts en ik, toen dachten we, ja, inderdaad, we zagen in zijn ogen, we zagen dat hij dacht, ja, maar dit is heel mooi, laat ik het toch gaan doen. Ik heb er geen tijd voor, ik moet een boek afmaken. En hij schreef een tekst, hij schreef een monoloog, en dat werd Antigone in Molenbeek. Molenbeek, een wijk die op dat moment al problematisch was, maar die de laatste jaren alleen maar problematischer geworden is, als een soort bakermat van de aanslagen, onder andere op Bataclan en op Brussel. En hij schreef een tekst, een monoloog, die uitgevoerd werd door Monique Hendricks in het vorige forum. En het leuke is dat we hem vandaag weer uitvoeren en dat hij uitgegeven is door de Bezige Bij. En het mooie is dat die tekst de wortel is geworden voor een voorstelling die in het Kaai Theater in première gaat. En die vandaar misschien ook nog wel verder gaat dan dat. En het prachtige is dat Stefan Hertmans, die wat mij betreft in het Vlaamse taalgebied, in het Nederlandse taalgebied, een van de meest virtuoze, misschien wel de meest virtuoze taalgebruiker van het Nederlands is, romanschrijver, dat hier vanavond is om verder te praten met Marlijn Geurts. We waren daar die ochtend waar het begin was van deze monoloog. Om hier vanavond te zijn met Hint Vrehi, om te praten over Molenbeek, om te praten over tekst, over het schrijven over Molenbeek. Hint Vrehi heeft een boek geschreven, een non-fictieboek over Molenbeek, al langer geleden. Daar heeft ze veel kritiek op gehad. Later bleek dat ze dingen scherp gezien had. En het mooie is dat we vanavond zowel een fictie als een non-fictieschrijver hebben over Molenbeek. En dat ze onder leiding van Marlijn Geurts, directeur hier van het Forum on European Culture, volgende forum, een gesprek daarover gaan voeren. Ik ben ongelooflijk trots dat Stefan Hertmans hier is. Ik vind het, ja, het is eigenlijk de parel uit de kroon van de vorige keer, die zich verder ontwikkeld heeft naar een hele voorstelling die nu misschien hopelijk in ieder geval in België, maar ook door Europa gaat. Dus hartelijk welkom, Stefan Hertmans. Hartelijk welkom, Hint Vrehi. Fijn dat jullie hier willen zijn, onder leiding van Marlijn Geurts. Oh, ik heb al een zender. Ja. Dankjewel. Ik denk dat Juri alles al gezegd heeft. Dus ik wil voornamelijk eerst Stefan Hertmans, de auteur van Antigone Molenbeek, uitnodigen. Hij is
Een schrijver uit Vlaanderen en auteurs van romans, essaybundels, poëzie en theaterteksten. Misschien kennen veel van jullie van hem van Oorlog en Terpentijn. Die veel prijs heeft gewonnen en ook in Nederland de ACO Literatuurprijs. Die is volgens mij inmiddels al in meer dan 24 landen vertaald. Dus die gaat de hele wereld over. Recent heeft hij ook een boek De Bekeerlingen geschreven. En vanavond dus Antigone en Molenbeek. Hartelijk welkom. Mag je even. Ja, eigenlijk zou ik eerst heel simpel willen beginnen. Waarom Molenbeek? Waarom dacht je van, hier moet ik iets over schrijven, dit moet nu gebeuren? Ja, goeie avond. Leuk hier te zijn. Dank je. Molenbeek is een paradigma. Molenbeek is een icoon van allerlei dingen. Trump heeft het een hellhole genoemd. Het is stilaan het synoniem geworden voor alles wat er fout gaat met de integratie in Europa. Terwijl als je daar natuurlijk mensen kent en je loopt door die buurt, dan is het een buurt, dan wonen er mensen. Dan ga je er in de avondwinkel of bij de kruidenier langs en die man zegt, Salam aleikum, hoe is het met jou? En dan zie je ook interactie. Dus je ziet daar een heel verschillende demografische mix van mensen ten eerste. Want je mag ook niet vergeten, probleembuurten trekken altijd jonge kunstenaars, jonge creatievelingen aan. Dus Molenbeek is een aanzuigplek geworden. Terwijl de media maar blijven zeggen dat het afschuwelijk is, zien wij daar een totaal andere dynamiek ontstaan. Er zijn natuurlijk vreselijke dingen. Ja. Er zijn enorme problemen geweest. Als ik eraan denk, ik had het nog met mijn redactrice vanavond over het feit dat ze zei, ik kan me herinneren dat we op een bepaald moment in Amsterdam dachten, van bepaalde huizen weten we nu niet meer wat er achter de gevels gebeurt. Dat is een nieuw gegeven. Waardoor je het gevoel hebt dat de samenleving op een bepaalde manier gaat verbrokkelen, omdat je van bepaalde mensen niet meer weet of ze wel houden van de samenleving waar ze in verblijven. Dat is het gevoel, wat voor ook heel veel radicaliserende praatjes en zo de brandstof is. En ik dacht toen aan het feit, mijn echtgenote Sigrid Bousset heeft net een huis opgestart van een heel grote vergeten schrijver, Herman Terlinck. Zo'n beetje de Vestdijk van Vlaanderen geweest. De grote schrijver Herman Terlinck is opgegroeid in de straat waar Salah Abdeslam woonde. Als je ziet wat er gebeurt. Ik ben daar als kind geweest. Ja. Mijn ouders hadden vrienden, eigenlijk verre familie, die een kruidenierszaak hadden in de Vierwindenstraat. En als je ziet hoe het nu is, dan denk je, ja, daar is wel verschrikkelijk veel gebeurd. En wij moeten ons daar tegenover verhouden. En het is natuurlijk een gekend verhaal. De Belgen hebben totaal onderschat hoe ze zich daar tegenover moeten verhouden. Dat heeft met heel veel te maken. Het heeft te maken met het feit dat Brussel ten eerste een gewest is met een eigen regering. Ten tweede de hoofdstad is van de Vlamingen, het hoofdstad is van de Franstaligen. Die totaal tegengestelde visies hebben over hoe je die stad moet runnen. Daar is het drama geweest van de metro die door de wijk is getrokken. Waarna huizen stonden te verkruimelen ongeveer. Waar mensen zijn komen wonen die geen toekomst hadden. Dus het is eigenlijk een nest geworden voor radicalisering. Daarbij kwam ook nog dat de Brusselse moskee door de naïeve Belgische koning Boudewijn in de jaren 60 voor 99 jaar in lease is gegeven aan Saoedi-Arabië. Vanaf dan zijn natuurlijk de salafistische Korans met containers Brussel ingevoerd. En dan zie je van onderaf dat er een explosieve stof is. Van jongens die hun plaats niet vinden in de samenleving. Omdat de samenleving denkt, wij zijn tolerant en open, het zal allemaal wel lukken. Ze zullen het wel doen. En dan komt daar van bovenaf die salafistische informatie en indoctrinatie. Dat is zoals in het laboratorium. Twee chemische stoffen die op zich gewone stoffen zijn. Je voegt ze samen, het is boom. Dat is daar gebeurd. Dus als je mij vraagt, wat is Molenbeek? Waarom Molenbeek? Ja, omdat Molenbeek voor iedereen van ons, en zeker de Belgen die rond Brussel wonen, zoals ik, omdat het dé vraag is waar alles wat zich afspeelt in Polen, in Hongarije, noem maar op, de hele kwestie op Lesbos. Wij zien voortdurend wat daar gebeurt. Het Maximiliaanpark in Brussel momenteel is ook zo'n plaats. Daar zitten nu mensen in de regen die geen asiel willen, omdat die door willen naar Engeland. Maar ja, er zitten wel zwangere vrouwen om middernacht in de kou en in de regen. Wat doe je? En dan komt die vraag van Antigone boven. Heb je compassie of pas je de wet toe? En waar komt compassie in botsing met de wet? Ja. En dat is Molenbeek. Ja. Ja, dus eigenlijk symbool voor iets veel groters. Absoluut. Ja. Want jij woont in de buurt van Molenbeek, toch? Of niet? Nee, het is zo dat wij onlangs daar een appartementje hebben gekocht. Onze zoon woont daar nu. En ik ben daar ook geregeld en ik heb daardoor ook een andere blik op Molenbeek gekregen.
Dus we zitten daar vlakbij, Saint-Alet. Want voel je je thuis als jij door Molenbeek loopt? Denk je dan, ja, hier pas ik ook? Of voel je daar misschien een buitenstaander? Of? Wanneer je denkt dat je thuis bent, dan ben je een buitenstaander. Wat bedoel je daar precies mee? Dan ben je te naïef geweest. Ja. Dus het is zo, ik sprak daarover met, hoe heet hij nou weer, de Belgische filmmaker... Adil El Arbi, hè? Die fantastische films over Molenbeek heeft gemaakt. Zeer heftige films. Hè? En die zei ook, ja, al die goed bedoelende leuke Vlamingen die progressief zijn en Franstalig intellectueel die daar komen en zo. Jullie doen wel iets voor die wijk en jullie betekenen wel iets voor die wijk. Maar wat er zich achter die gevels afspeelt, waar salafistische theorie wordt verkocht, daar kunnen jullie ook niet aan. En natuurlijk kom ik in de avondwinkels en zijn die mensen ongelooflijk lief voor mij. Ja. Maar dat zijn ook de mensen die willen integreren. En die zeggen zelfs, ja, wij weten ook niet wat er moet gebeuren. Ja. Dus, ja. Dus eigenlijk allebei. Dus, maar ja. Eigenlijk om het echt bij die ene groep te komen, achter die gevels, die misschien wel veel meer verbonden zijn met... Ja, vandaar dat ik ook heel snel wou dat een stuk in het Arabisch werd vertaald. Ja. Wat natuurlijk op zich ook al ingewikkeld is, want veel van die moslims, die mensen in Molenbeek, die spreken Tamazight. Dat zijn vaak Berbers, die ook het klassieke Arabisch niet beheersen. Dus dit klassieke Arabisch zouden veel mensen in Molenbeek dus eigenlijk niet kunnen lezen? Ja, dat kunnen alleen de intellectuelen lezen. Dus het is een heel ingewikkelde zaak. En iemand vroeg mij vanavond nog, waarom is dat in Nederland niet gebeurd en in België wel? Ja, we hebben daar schuld aan. We zijn veel te nalatig geweest. We hebben echt gedacht, het zal zichzelf organisch regelen. Ja. En dat heeft het natuurlijk niet gedaan. En daarbij mag je niet onderschatten, de Franstalige lijn van de voorsteden van Saint-Denis in Parijs naar Molenbeek, dat is één lijn. En daar houdt het op. Want die hele rancune van de Franstalige Maghrebijnen tegenover de Franse staat, na de Algerijnse oorlog, noem maar op, die houdt natuurlijk op waar de taalgrens ligt. Ja. Onze Vlaamstalige Marokkanen, die kibbelen met onze Franstalige Marokkanen. Die vertrouwen elkaar niet. Die Franstalige Marokkanen zeggen, hoe zetten we nu de Flamand voor? Dus er zit een grens, of wij zien ook, daar een grens, maar die is er helemaal niet. En die zijn wel beter geïntegreerd. Er zijn ook wel moeilijkheden in Bocherhout en zo, maar het is toch anders. En dat heeft met dat zuidelijke Europa te maken, dat eigenlijk eindigt midden in Brussel. In Molenbeek heb je de scheiding tussen het Latijnse, zuidelijke Europa en het noordelijke Europa. Dat botst daar op elkaar. Dus als je dat maar beseft, dan zit je daar op iets heel, heel ingewikkelds dat ook niemand had kunnen beheersen, volgens mij. En we gaan daar dadelijk ook verder in op, samen met Hint. Maar ik zat me vandaag te realiseren, want de eerste keer dat ik en Jury met jou spraken, dat was volgens mij eind 2015, rond de aanslagen in Parijs. Maar daartussen, dus eigenlijk met, toen jij die tekst begon te schrijven en toen die af was, daar zaten de aanslagen in Molenbeek tussen, in Brussel. Ja, absoluut. Wat veranderde dat voor jou? Dat verandert dat een heleboel mensen, zonder mijn tekst gelezen te hebben, denken dat een salafiste vriendje, zo'n hysterisch politiek correcte linkse, die even compassie gaat hebben met uitschot. Ja. Die dus niet begrijpt wat er op het spel staat. Ik verwijs dan altijd naar wat ik noem mijn Sophocles moment. Dat eigenlijk gekomen is voor een stuk met ons gesprek waar Jury ook naar verwijst in de ambassade die ochtend. Waar ik begreep wat er op het spel stond. En een tweede moment voor mij waar het helemaal open ging was. U herinnert zich de aanslagen op London Bridge in Londen. De dag daarna of twee dagen later, ik weet het niet meer. Zijn een aantal imams in Londen voor de camera's van de wereld verschenen en hebben gezegd. We're not going to bury them. They do not belong in Islam. They are not true Muslims. En toen dacht ik, ja, nu zitten we wel echt letterlijk in Sophocles. Ja. Wat gebeurt? En toen ben ik ook gaan googlen, omdat ik wilde weten, maar waar zijn al die jongens? En ze zitten in diepvriesvakken, letterlijk zoals ik het in mijn bewerking doe. Ja. Want ik laat dat meisje inderdaad dat diepvriesvak in dat forensisch centrum proberen openrukken om die bodybag te hebben, omdat ze radicaliseert, net zoals Antigone radicaliseert, omdat het niet mag. Ja. Het is dus niet dat ik dat meisje gelijk geef. Het is niet dat ik zo'n soort week spolsdier ben dat van linkse sentimentele empathie leeft. Het gaat erover dat daar twee dingen met elkaar botsen. De wet die je moet hebben om een samenleving formeel objectief samen te houden. En de subjectieve wet van de compassie. Ja. De beruchte minister die over die zaken gaat bij ons, Theo Fransen. Die geen doetje is om het beleefd uit te drukken.
Die paste werd dus toe. Die heeft Soedanese veiligheidsmilities naar Brussel gelokt om de mensen in het Maximiliaanpark op te sporen die uit Soedan kwamen. Vandaag is gebleken, de bom is ontploft, dat die jongens bijna doodgeslagen zijn en gemarteld in Soedan. Hij is daarmee de plicht te gaan. Hij probeert dus een koning Creon te zijn en te zeggen, de wet is de wet, doe niet flauw. Anders gaat het, loopt het hier allemaal de spuigaten uit en dan krijg je de islamisering van Europa, bladibladibla. En anderzijds mensen die ik ook ken in Molenbeek, die s'avonds gaan kijken. En die daar, ik mag die wel vermelden, ik vind dat helden. Dat heet Sine Maximiliaan. En die mensen, het is een echtpaar, jonge mensen, die zijn beginnen films vertonen voor de vluchtelingen die daar zaten in het park. Maar om die films te vertonen hadden ze natuurlijk ook elektriciteit nodig. Wat gebeurde? Mensen uit Irak, uit Syrië, uit Ethiopië, noem maar op, die kwamen, can I load my telephone? En daar begonnen gesprekken, omdat ze een telefoon wilden opladen. En die mensen hebben dat potentieel van begrepen. En daar zitten 20 tot 30 vluchtelingen per avond bij die mensen thuis. En dan zie je dat er burgers zijn, ook in Brussel, die daar elke avond komen en compassie hebben met mensen. Ja. Dus ik zie daar eigenlijk letterlijk in het conflict tussen onze Theo Franken, de minister, en de mensen in de straat, zie ik het Antigone-conflict. Ja, en zie je, want... je hebt natuurlijk vaker ook met tragedies gewerkt. Wil je eigenlijk hiermee laten zien van kijk, dit probleem is helemaal niet nieuw. Dit is nu iets waar de laatste jaren mee bezig zijn. Dat verhaal is zo oud als tot ja, en met de zeker. Oudheid. Ja, een van mijn eerste incentives was, ik zou willen praten met, ik ben 40 jaar leraar geweest. Dus ik wil altijd praten met jonge mensen. Mensen moeten naïef soort idealisme hebben, niet waar. Ik vind het ook fijn om met jonge mensen te praten. En dan dacht ik, ik zou met die jonge Arabieren willen praten. De jonge Maghrebijnen die geen toekomst hebben, die agressief zijn. Die de ruit van de auto van mijn vrouw 3 keer naar elkaar hebben ingestampt om de tas te stelen en zo. Die onze zoon hebben geslagen. En ik zou willen praten met die jongens. En ik begrijp jullie woede wel. Want die samenleving heeft jullie inderdaad niet gehoord. Maar we gaan niet alle schuld op ons nemen voor alle apentoeren die je uithaalt. Ja. Dat ook weer niet. Maar... ik zou daar dus wel een gesprek over willen, maar dat was niet uw vraag. Uw vraag was anders. Nee, ik wilde eigenlijk zeggen of je nou door dat Antigone-thema te kiezen eigenlijk laat zien dat dit thema niet actueel is, maar misschien al. Ja, precies. Ik wou als het ware echt laten zien van kijk, wij kennen dit conflict in onze cultuur. En het punt is eigenlijk, ik heb dat bij Hegel gelezen. Hegel heeft heel mooi over Antigone geschreven. En het belangrijkste wat Hegel zegt in de filosofie van het recht is... je moet eigenlijk niet kiezen. Want we hebben door de geschiedenis altijd mensen gezegd van Antigone, de heldin, Creon, de fascist. Maar Hegel als rechtsfilosoof zegt, nee, ze hebben altijd een stuk van het recht. Ja. En in het Grieks is dat recht ook verdeeld. Je hebt 2 muzes en 2 godinnen daarvoor. En there is little peace among them. Want de ene gaat over de compassie en de andere gaat over staatsrecht waarmee je de polis moet rechthouden. Er moet dus een objectivering van het recht zijn, maar er moet ook altijd een subjectivering van het recht zijn. En dat is heel ons moreel conflict. Dat gaat niet over. En dat is inderdaad wat ik wel wou tonen. Ja, maar ondertussen is dat probleem is wel echt. Dus je kunt wel zeggen van, ja, we moeten niet kiezen. En als lezer moet je misschien tussen de 2 figuren inzitten. Maar zijn er dan niet mensen die jouw tekst lezen en dan zeggen van, ja, maar wat moeten we nu doen daarmee? Wat zou jij nou, Stefan... ja. Vinden dat gedaan moet worden met Molenbeek of andere wijken als Molenbeek. Dan schiet er mij wel iets te binnen ook. Ik denk dat Kierkegaard is die ooit ergens geschreven is dat je moraal zo lang duurt als jij te voet kunt lopen op een dag. Ik vind dat nog altijd een heel onverslijdbare. Kijk maar eens wat je doet. En ik denk dat ieder op zich iets moet doen. En dat ongelooflijk veel zou veranderen. Ik was 1,5 jaar geleden denk ik op een symposium in Wenen. En daar zaten nogal wat Europarlementariërs in het publiek. Ik moest een soort van pseudo-TED-talk doen. Ik kreeg 16 minuten om mijn punt te maken over Brussel en Molenbeek. Dat is kort. Dus op een bepaald moment dacht ik, oké, laten we met die mensen aanspreken. Ik zei, wie van jullie, als je in de lift staat met een man met een kaftan aan, wie zegt salam aleikum of hallo? Wie doet dat? Ze waren allemaal plots heel ijverig aan het schrijven. Niemand hief het hoofd. Ik dacht, kom aan jongens. Jullie die ons de wetten spellen. Je durft mij niet te zeggen of je dat doet of niet. Ja, wat wil je dan?
Ja. Soms denk ik, als ik zo'n jongen was, ik zou misschien ook wel radicaliseren. Want ik ben nogal een trotse aap, eerlijk gezegd. Ik kan er niet tegen dat mensen mij vernederen. Ik word kwaad. Dus ik denk dat ik daar ook geweldig veel foute adrenaline zou krijgen als mensen dat met mij doen. Dus ik denk dat wat we van bovenaf kunnen veranderen door wetten en zo. En daar wordt heel hard aan gewerkt. En daar wordt, we kennen dat gebakkelei. Maar van onderaf denk ik, mijn oude christelijke opvoeding van toen ik kind was, denk ik, oké, verbeter de wereld, begin maar eens met jezelf. Spreek die mensen aan. Zeg gewoon eens, hey, hoe is het met je? De moslims die ik ken of waar ik mee spreek, dat zijn mensen die geweldig gesteld zijn op respect. In de islam is respect. Hè? Ik bedoel, de mensen die zoals u en ik denken, ik heb wel een geloof, maar ik ben, respect is voor hen van fundamentele waarde. Ja. Als je tegen hen zegt, hey, broeder, ik vind het fijn om je te zien. Ze smelten gewoon van geluk dat iemand hen aanspreekt. Ik wil het niet sentimenteel of niet idealistisch voorstellen. Maar ik geloof wel dat het individueel appel op de moraal van iedere burger dringend is. Ja. Stop met die angstpraatjes. Zeg tenminste eens goeiedag tegen iemand. Misschien valt het wel geweldig mee. Ja. Dus vooral een oproep om het onder ogen te zien of in ieder geval een connectie te maken. Doe normaal. Ja. Begin daarmee. Begin niet die mensen als een collectiviteit te zien, want ze zien jou ook als een collectiviteit. Ze zien jou als die foute blank die hen vernederen. Zolang we dat hebben en we daar praatjes over verkopen, zal het niet opschieten. Nee. En vandaar dat Molenbeek voor mij als crisislaboratorium wel interessant is. Ja. Want daar worden heel veel fijne gesprekken gevoerd. Ga je dit ook hier in Molenbeek doen? Ja, we zijn dus van plan om het in de culturele centra van Molenbeek op te voeren. Eventueel in de klassiek Arabisch. En dan te spreken met de mensen die dat Arabisch misschien alweer in Tamazicht overzetten. Ja, maar misschien moet je toch in Tamazicht doen dan. Nee, het gekke is, we moeten in het Frans doen. Want dat is de taal die iedereen verbindt. Ja. Ja? We zullen zien wat dat geeft. Maar ik zou het wel fijn vinden als dat gebeurt. Ja. Ik wil graag vragen of Hint ook wil aansluiten. Ze is een onderzoeksjournalist uit België, maar ze heeft ook Marokkaanse roots. En ze doet voor talloze media verslaggeving over de Arabische wereld. Maar ze is misschien wel het meest bekend door een controversiële reportagereeks die ook geëindigd is in een boek. Undercover in Klein Marokko, achter de gesloten deuren van de radicale islam in Molenbeek. En daarvoor dook ze in 2006 al, ging ze een paar maanden undercover in Molenbeek wonen om te onderzoeken om het moslim-extremisme in Molenbeek te onderzoeken. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Voor we verder op jouw werk en onderzoek ingaan, was ik heel benieuwd wat je van de tekst vond. Of wat was je eerste reactie op de Antigone in Molenbeek? Mijn eerste reactie was van, waarom stopt het zo snel? Ja. Ik wil meer lezen. En waarom stopt het met waanzin? Dat heb ik u ook meteen al gevraagd. Van, ja, ik ken de Griekse tragedie van Antigone, maar ik had dan toch wel graag ergens een lichtpuntje willen zien. Ja, het is een tragedie. Ook dat kan je misschien aan mijn christelijke opvoeding wijten. Altijd met een positieve noot eindigen. Maar het is toch waanzin en het blijft waanzin. En het heeft mij zeker gepakt. Ja. Want als je het eigenlijk ook bekijkt in zijn geheel, en het overstijgt Molenbeek, hè? Het gegeven van radicalisering, van moslim-extremisme, van jihadisme, de pijn die erachter schuilt, familiedrama's, echte familiedrama's. Het is zo uit het leven gegrepen. Echt waar. Het gaat echt om families die gewoon huilen om kinderen die ze niet meer vinden. Hè? Mm-hmm. Er zijn momenteel meer dan 100 kalifaatkinderen ergens zoek. Dat zijn kleinkinderen van mensen. Ja. En men vindt die niet. Er zijn ook zonen, dochters, gewoon zoek. Waar zitten ze? Zijn ze gesneuveld? Zijn ze op de vlucht? Is dit het begin van een soort van nomadisch jihadisme? Dus dat vond ik eigenlijk allemaal terug in de tekst. Ja. En toch, ja, het typeert het gegeven of de tijd waar we nu in zitten, hè, met jihadisme en radicalisering. Het is waanzin. Dus je herkent het Molenbeek wat hij schetst? Ik herken het zeker, helemaal. Absoluut. Ja, ja. Het is, zoals ik zei, zo uit het leven gegrepen. Ja. Ja, ik ken heel wat families die... 100 in België? Ja. Belgische kalifaatkinderen van Belgische afkomst. Ja. 130, om precies te zijn. Er zijn er een aantal die zijn teruggekeerd. Maar men had dan een grote instroom verwacht.
deze periode, rond deze periode, of ietsje vroeger, dus na eigenlijk de val van het kalifaat. Mm-hmm. Maar ze zijn nog niet terug. Dus is natuurlijk is een groot vraagteken van waar zitten ze? En er zijn heel wat families die daarop wachten, op de komst van hun zoon, van hun dochter, van hun kleinkinderen. En als ze niet komen, kunnen we ze dan ook begraven? Ja. Waar stopt het? Hè? Het stopt bij eigenlijk een begrafenis, bij het rust geven aan een ziel. Niet alleen maar van degene die gestorven is, maar ook van de nabestaanden. Dus het was zeer herkenbaar. Ja, want ik wilde even terug naar jouw onderzoek, want dat is natuurlijk al best ruim geleden, in 2006. Waarom dacht je toen, ik wil dit onderzoeken? Waarom dacht je, ik wil Molenbeek in en op zoek naar misschien wat we niet horen of wat we niet zien? Eigenlijk om precies te zijn was het 2005. Dan ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan en dat is dan ingeblikt in een reeks voor het nieuwsblad. En de waarom-vraag was eigenlijk heel simpel. Na 9/11 werd ik aangesproken. Ik moest mij plots verantwoorden voor de daden van iemand anders. Ja. Ik ben geboren en getogen in België, in een klein dorp. Ja, zo klein is het eigenlijk Knoekeneer, ook niet meer, Bornem. En ik werd eigenlijk altijd aanzien als een Vlaamse, met Marokkaanse roots. Streepje, streepje. Ja. Met Marokkaanse roots. Dat was een beetje een bijzaak. En plots was ik ook een moslima. En dat deel van mijn identiteit werd ineens uitvergroot. Ik wist ook niet waarom. Dat het ineens moest gebeuren omdat er twee vliegtuigen in twee torens zijn ingevlogen of geplant of noem het wat het ook kan zijn. En plots werd dat dan gereflecteerd op een zeer micro niveau. Ja. Wat is globale fenomenen kent, vertakkingen, mondiale vertakkingen, iets wat afspeelt boven ons petje, werd dan zo echt enorm vertaald op microniveau. En dan moest ik me dan verantwoorden van, ja, jij, moslima. Plots was ik dan ook een moslima. Waarom doen jullie dat? En jullie? En toen begon dat discours van wij en zij. Er kwam ergens een barrière. Ja. Een grens. Een muur eigenlijk in een samenleving. Ja, in het begin heb je zoiets van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar na de zoveelste vraag heb je zoiets van, ah, de boom in man. Ik wil er gewoon niet op antwoorden, ik heb er niks mee te maken. Maar het zet een mens tot denken en ik dacht van, ik ken Molenbeek. Als studenten heb ik daar rondgehangen, niet echt rondgehangen. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan bij een jeugdhuis. En ik kwam dan in aanmerking met heel wat straatjongeren. De kut-Marokkanen, zoals ze dat dan noemen. En ik hoorde toen al, en ik spreek over eind jaren 90, toen al geluiden, echo's van recrutering. Les barbus, die aan de hoeken van de straten en in metro's ronselden, jongeren ronselden, om naar Afghanistan te vertrekken, was dat destijds. Tsjetsjenië, Irak. Dus er was eigenlijk al een radicalisering bezig. Weliswaar niet op grote schaal zoals we die nu kennen, nee. Maar er was eigenlijk al een uitstroom richting conflictgebieden van jonge gasten. Niet alleen maar jonge gasten, maar eigenlijk ook mannen van middelbare leeftijd. En ik dacht bij mezelf van ja, ik herinner mij die echo's nog. En na 9/11 wil ik toch wel weten van, zou het ook wel hier in Brussel kunnen voorkomen? En dan ben ik, wat ze dat noemen, op onderzoek gegaan. Ik kon het heel simpel uitleggen aan mijn hoofdredactie van kijk, ik heb die achtergrond, ik heb die aanknopingspunten, ik heb die ervaring, ik ken daar ook mensen. Ik heb daar jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en ik heb die signalen opgevangen en ik wil toch wel gewoon eens verder onderzoeken wat het na 9/11 kan betekenen. En heb je toen een ander... Want je zei, ik ken Molenbeek al van toen uit mijn studententijd, ik kwam daar ook. Maar toen je daar echt in de wijk ging en dat ging onderzoeken, zag je toen een ander Molenbeek? Nee, het was eigenlijk gewoon een bevestiging. Ja. Een bevestiging en een bestendiging van wat er eigenlijk al bezig was. Ja. Maar dan beetje bij beetje in een schaal die toeneemt. Wat er toen eigenlijk bezig was, het klinkt heel cliché,
En ik ben blij dat je toen zei, dat je daarnet zei van we moeten daar eens gewoon eens mee babbelen, mee praten, mm-hmm. mee in dialoog gaan. En de meeste vragen mij stellen mij de vraag van, was dat toch niet zo moeilijk om gewoon op die jongeren af te stappen om 10:00 s'avonds en die vragen te stellen? Wel, het was een opluchting voor die jongeren. Die hadden zoiets van, eindelijk, we bestaan. We bestaan voor een... Mm-hmm. Ik heb toen wel niet gezegd dat ik journaliste was. Nee. Mijn dekmantel was dat ik studenten sociologie was en dat ik bezig was met een thesis te schrijven over de islambeleving in ghettowijken, zoals Molenbeek. En ik moet je gewoon zeggen dat het eigenlijk gewoon een opluchting was voor die mensen van... Mm-hmm. Ah, die ziet ons staan. Die stelt ja. vragen aan ons. Dus we waren best bereidwillig om op een normale manier. Ja. Ja. Dus, en ik kreeg daar enorm veel informatie van. Ja. En ik voelde me eigenlijk bijna ja, zeer zelden bedreigd of Ja, maar toen het boek uitkwam in dat was wel in 2006. Dat was in 2006, ja, inderdaad. Toen werd er niet heel positief op gereageerd. Nee, vooral niet vanuit progressieve hoek of pseudo-progressieve hoek. Ik zal het zo noemen. Ja, ja. Pseudo-progressieve hoek, met name de linkerzijde van de politiek. Zeer specifiek de... Wallonië vooral en Brussel. Ja, de PS, Parti Socialist, daarvoor was ik eigenlijk kop van jut. Ik werd daar gedemoniseerd. Ik was een racist, een islamofoob, een nestbevuiler. Ook binnen de moslimgemeenschap kwam er heel wat kritiek van. Ik kreeg binnenkamers wel commentaar van Hint, je hebt gelijk en we weten dat er iets gaande is. We weten dat er problemen zijn. Mm-hmm. Maar houd de binnenkamers. Want we zitten eigenlijk ook met het fenomeen van het Vlaams Belang, het Vlaams Blok. En we worden eigenlijk al gedemoniseerd. We hebben al, we moeten al afrekenen met discriminatie, racisme. Dus alsjeblieft, hou het gewoon ja, een beetje onder de mat. Zodat we niet nog meer gestigmatiseerd worden. Ja. Maar mijn reactie was net... Een van de voornaamste redenen, denk ik, als u vraagt naar de complexiteit van de zaak. Sorry. Ja. Dat gaat ook over uw vraag, dat aan de ene kant de Franstalige PS, de Parti Socialist, altijd een politiek heeft gevoerd van het is helemaal niet zo erg. En als je vindt dat het erg is, dan ben je du Vlaamse blok. Dan ben je Flamand en dan ben je fascist, als je erover spreekt. En die polarisering boven de hoofden van de moslimgemeenschap heen, heeft de hele politiek verziekt tot op de dag van vandaag. De Winter en Wilders zijn vorige maand of zo, proberen Molenbeek ingaan. Ze gingen daar even tonen dat Europa aan het islamiseren is. Islamsafari. Ja. Ja, echt met een bus, een busje. Ja, met een busje. Safari. Dus natuurlijk, die Franstalige burgemeester momenteel, die zegt ze komen er niet in. Waarna Wilders en de Winter staan te tieren aan de grens van Molenbeek in Saint-Let van islamofascisme, islamofascisme. En die Franstalige politica zegt Vlaamse fascisten, Vlaamse fascisten. Als er één wordt vernukt, wordt een heel discussie, zowel het woord fascist. Ja. 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 Enfin, sorry dat ik je... Er is eigenlijk gewoon een verkramping in heel het debat. Een maar verkramping. Is dat toen, want in 2016 zijn die aanslagen daadwerkelijk geweest en toen werd het ineens gekeerd meer van, oh ja, ja dat kan je al die tijd aankomen. Is er sindsdien wel iets veranderd of dat je zegt, er is iets gedaan met mijn bevindingen? Of is het de situatie hetzelfde gebleven of is het verergerd? Ik kan daar verschillende antwoorden op geven. Het ene is, het is veranderd in de positieve zin dat er voorschrijdend inzicht is gekomen. Maar je kan het ook niet meer ontkennen dat er een probleem is. Als je het nu zou ontkennen, dan ben je gewoon gek. Ja. Dus dat is positief, maar relatief positief. Een tweede ding is, er zijn wel wat maatregelen gekomen na de aanslagen. Er is zoiets als een kanaalplan uitgedokterd met meer middelen. Meer politiemensen, meer oog voor lokale, voor kleine criminaliteit. Dus dat kan je wel zeggen, van er is een vertaling naar het veld toe. Een derde ding is, maar dat is eigenlijk niet zo positief, we focussen ons te veel op het jihadisme, het terrorisme op zich. Dat is een massief gegeven. Ja. Dat is, laten we zeggen, de vaste activa van het jihadisme. Maar daarnaast heb je heel wat andere mechanismes, dispositieven, die vloeibaar zijn. Het terrorisme is iets met enorm veel impact en zeer zichtbaar.
Maar naast dus dat vaste gegeven, dat massieve gegeven, heb je dus dat fluïde dat doorsijpelt in verschillende domeinen, levensdomeinen, ontwikkelingsdomeinen. Om te beginnen van kind af aan. Ja. En dan spreek ik over de opvoeding. De opvoeding is niet alleen maar in Molenbeek. Hè, want Molenbeek is eigenlijk bijna, ja, zoals u zegt, een icoon. Ja, want in principe het rooien van de jihad. Ja. Het is niet alleen maar Molenbeek. Het is overal een beetje in Europese steden en daarbuiten ook. Er is een radicalisering in opvoeding. Helaas. Mm. Waarbij men eigenlijk meer en meer, zie je dat op scholen, directies, leerkrachten die daarmee geconfronteerd worden met een scheiding, die barrière, die muur die opgetrokken wordt, al van jongs af aan. Waarbij kleuters niet meer mogen gaan zwemmen. Niet meer gemengd mogen gaan zwemmen. Geen gemengde toiletten. Hè, ook daar is de vraag meer en meer van ouders van gescheiden toiletten, al van in de kleuterblokken aan. Meer en meer een manifeste vorm van islambeleving. En dat zie je met het dragen van hoofddoeken dat toegenomen is. Heeft dat niets te maken met radicalisering, maar het kan wel leiden tot radicalisering, tot een soort van wij-zij-breuk, een manifeste vorm daarvan. En dat zag je vroeger allemaal niet, of toch minder. Ja. En nu is het eigenlijk van jongs af aan, ja, dat men dat meegeeft, de polarisering, het parallelisme, hè, isolationisme eigenlijk ook. Dus, ja, ik begin in allerlei ismes te praten, maar helaas, het is zo. En dat neemt toe. En daar moeten we eigenlijk ook wel zeer waakzaam voor zijn en niet altijd maar naar de grote, sappige verhalen van de terrorist eigenlijk, Abdeslam, die woonde gewoon daar, hè. Ja. Aan het plein, hè. Een paar huizen verder, ja, had je het andere, het vermeende meesterbrein, Abouet. En we hebben ze niet gezien, zeggen we dan. Maar ze waren er toch wel. Maar we wilden het niet zien. En ik denk dat we nu weer waakzaam zullen moeten zijn naar de fluiditeit van radicalisering. Want in jouw tekst wordt natuurlijk die overheid, die Belgische overheid, in de vorm van die politieman heel erg, inderdaad, bijna als de kwade kant. Of in ieder geval degene die haar helemaal niet serieus neemt. Nee, voor mij zelfs niet. Hij is geen kwade kant. Hij is, zoals we dat zeggen in het Vlaams, hij is negligent. Hij heeft zoiets van, doe normaal, komt wel goed. Want voor hem ligt er niets in de waagschaal. En hij herkent dus de radicalisering niet. En dat is, uiteindelijk heeft hij maar voor mij veel... Maar is dat het ergste? Is dat misschien het wel het gevaarlijkste als we het niet herkennen of het niet serieus nemen? Ik heb heel erg gedacht aan de burgemeester van Molenbeek, die daarna met alles onder Israëls is overladen, Philippe Moreau. Die, van wie men zegt dat hij vanuit zijn links-progressieve PS-houding het probleem opzettelijk niet heeft willen zien. En ook zeer veel van die gezinnen bijna gratis huizen verhuurde. Dat is zelfs mogelijk. Ik geloof nog wel dat Moreau ook een bepaald idealisme had. Dat hij dacht, dat gaat verbeteren. En dat is hem dan vooral van Vlaamse rechtse kant vreselijk verweten van, dat zijn die typische Franstaligen die dat probleem niet willen zien. Het is veel ingewikkelder. Men heeft geprobeerd te integreren, maar op een naïeve, foute manier. En die Crénon bij mij, die aan Crayon relateert, die heeft eigenlijk wel iets van Philippe Moreau. Dat is de naïveling, wat is het daarna? Je moet niet schrijven, dat komt wel goed. Maar dat komt niet goed. Het meisje radicaliseert in mijn boek, terwijl ze, zoals we ze kennen, dat is een geëmancipeerd meisje met een moslimachtergrond, dat naar de Brusselse universiteit gaat. Je ziet ze op de metro en de tram elke dag. En die zijn aan het integreren. Er komen heel veel geëmancipeerde moslimvrouwen aan in onze samenleving. Laten we dat niet vergeten. Maar die worden natuurlijk onder druk gezet vanuit die patriarchale oude tradities die plotseling weer in de mode zijn. Laten we niet vergeten dat filmpje dat op YouTube zo scoort met Nasser in Egypte. Filmpje uit 1968, je moet het bekijken. Op de hoofddoek, hè? Ja, Nasser spreekt het parlement aan, zegt: Moslimbroeders, they ask me if all the girls can wear a shawl on their head. Ha, 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 ha. En dat hele parlement in Egypte heeft slap lach van, hoe dom kun je zijn? Als je dat nu ziet, dan denk je, dat hebben we helemaal niet zien aankomen. En zij ook niet. Want niemand had kunnen zien aankomen dat in de postkoloniale fase er een generatie zou opstaan
die wat er gebeurt op het Arabisch Schiereiland nu geopolitiek door de schuld van Amerika, gewoon de schuld van Amerika, en door wat Europa tevoren, generaties tevoren heeft gedaan, begin van de 20e eeuw, met Balfour en zo verder, dat dat een cocktail zou zijn waarbij die zich zouden keren tegen het Westen en in plaats van allemaal leuk Westers te worden en te zeggen dank je papa, dat die plotseling zouden zeggen jullie zijn er de schuld van. Ja. Dat begrijpen wij nog altijd moeilijk. Wij zijn eigenlijk nog altijd een beetje de grootvader met de wandelstok en de snor en de kettinghorloge zegt, maar zet je dan niet blij dat ik u 20 frank heb gegeven? We hebben nog altijd zo'n beetje die houding van waarom zijn ze niet dankbaar tegen ons? Wij zijn toch de verlichting en de beschaving af. Als je dan even gaat wat boeken lezen over wat er gebeurd is, politiek. En als je al die, je moet maar eens in, je kent dat ook, als je van Brussel-Zuid naar Brussel-Noord rijdt met de trein. Al die achterkanten van die armoedige huizen met al die antennes gericht. Schotelantennes, ja. Dan denk je, dat is wat ze indrinken en ze hebben hier niets mee. Dat hebben we dus nog altijd niet goed begrepen. Denk aan Michel Foucault, de linkse Foucault. Die heeft Khomeini verwelkomd. Want dat was het vallen van de westerse postkoloniale perverse dictatuur van de Shah van Perzië. Dus we hebben ons ook ongelooflijk vergist in hoe dat ging uitdraaien. Misschien hadden we dat niet kunnen voorzien, dat weet ik niet. Maar dat dat in deze generatie zou gebeuren. En wat ik ook altijd heel betekenisvol vind, het is de derde generatie die kwaad wordt. Ja. Eerste generatie, ik zie ze nog lopen hoor, de eerste generatie. Dankbaar. De Turken in Gent. Merci, merci, merci dat we hier mogen zijn. Tweede generatie, restaurants, afbraakwerken, graafwerken, bouwwerken. Rijke Turken, grote Mercedes. Derde generatie, geen huis meer te houden. Want die hebben een Belgisch paspoort. En daar gaat de integratie dus fout. In die derde generatie inwijkelingen, die geen inwijkelingen meer zijn. Het zijn Belgen. Die nog voortdurend worden aangesproken. Je beschrijft dat daar perfect. Op een bepaald moment na 9-11 was jij niet meer gewoon wie jij was. Maar had je plots een andere identiteit aangemeten gekregen die van dat trickle-down effect plots in de microniveaus begon te werken. Als je dat allemaal bekijkt, dan staan wij voor een bijzonder ingewikkeld iets. En ik pleeg ook altijd te zeggen in dergelijke debatten, niet alleen de islam is in crisis, wij zijn ook in crisis met onze waarden. Ja. Wanneer ik Vlaamse politici zie zeggen, wie was het bij ons, een of andere Vlaamse politica? Wij zijn nogthans wel de superieure westerse cultuur. Ja, en dan denk je nog weer zoveel meer geradicaliseerden erbij. Maar het punt is vooral, als je zegt dat wij die westerse superieure cultuur zijn, wat zeg je dan? Dat wij een christelijke cultuur zijn. En wat is het eerste principe van de christelijke cultuur? Hallo? Naastenliefde. Dus dan ga je zeggen, wij zijn een superieure cultuur omdat wij nu ons basisprincipe verraden. Het is naast de liefde, maar met opportunisme. Hè? Wat je daar beschrijft over Moreau. Ja, hij was een beetje naïef en heeft hier en daar wel wat idealistische beweegredenen gehad. Ja. Maar hij zag zijn burgers als kiesvee. Ja. En dat wisten ze uiteindelijk ook wel van. Ja. Die man neemt ons eigenlijk niet echt au sérieux. Ja. Er zit geen authenticiteit in het beleid. Want als je het dan vertaalt naar wat er gebeurt echt op straat en op het veld, bijna zo goed als niet. Het onderwijs, de scholen in Molenbeek, lamentabel. Mm-hmm. Van vorige week of twee weken geleden. Twee eeuwen geleden. Ik zeg, week, het is gewoon niet meer van deze tijd. Niet de vorm van lesgeven, de demotivatie van bepaalde leerkrachten. En dat is hun schuld niet. Ze staan gewoon voor een populatie, een leerlingenpopulatie, waar ze eigenlijk niet voor opgeleid zijn, waar ze geen middelen voor hebben, niet de juiste omkadering voor gekregen hebben. Dus een probleem op onderwijsvlak, een probleem wat betreft sportinfrastructuur. Als je het bekijkt, die straatjongeren, wat voor een talent dat ze allemaal niet hebben. Een talent dat eigenlijk verloren gaat. Ik heb er heel wat gesproken. Mini-filosofen, mini-managers. Kampioenen zonder trofee, hè? Sporttalenten, maar ze geraken gewoon niet aan de bak. Ze geraken er niet omwille van gebrek aan discipline, een no future beeld voor ogen, een disconnectie. Hè? Je sprak daar net over de schotelantennes. Men voelt zich niet thuis hier. Ik vroeg dan ook meermaals van wie is de premier van België, maar ik kon daar gewoon niet op antwoorden. De fixatie zat eigenlijk meer gericht naar het Midden-Oosten, Palestina, Israël, Irak.
Libanon, wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat hield hen wakker, dat raakte hen. En het onrecht ook. En dat onrecht heeft eigenlijk gewoon een speelveld gekregen dankzij het jihadisme. En ja, men heeft daar jammer genoeg veel te weinig mee gedaan met die maar no future generatie. En ja, er is een idealisme geweest, een naïviteit, maar geen daadkracht. En dat is zeer jammer. Dus en als men voelde zich misbruikt. Men had zoiets van, ja, ik ben goed in het stemhokje, maar alsjeblieft, doe dan toch ook nog iets anders met mij. En anderzijds ja, was er natuurlijk ook wel wat deficit op vlak van opvoeding. Er zijn natuurlijk heel wat buitenlandse invloeden die daarop ingespeeld hebben. En noem maar op. Want jullie beschrijven alle twee het probleem als heel groot. Het komt van allerlei kanten. We missen daadkracht. Maar als we nu zeggen, laten we nu daadkrachtig zijn. Wat zouden dan, wat is het belangrijkste wat er voor jullie zou moeten veranderen? In wijken als Molenbeek. Maar misschien, ik bedoel, de discussie in Amsterdam is... Hier is dat precies, het zijn misschien wel precies dezelfde processen. Ook al is dat natuurlijk nationaal net anders. Radicalisering is eigenlijk vooral een verhaal van disconnectie. Die jongens die ik sprak 10, 12 jaar geleden, die hadden echt een no future beeld. Geen perspectief, geen werk, nauwelijks hobby's. Geen vooruitzicht op een opleiding of wat dan ook. Geen interesse. De fixatie gericht op het Midden-Oosten. Maar gaandeweg zag je ook wel een verandering in het profiel van de IS-strijders. Dus degene, de foreign terrorist fighters, degene die vertrokken zijn. En het profiel veranderde in die mate dat het zeer breed werd van spectrum. Van degene die onderaan in de maatschappelijke ladder stonden, tot hoogopgeleide zelfs. Ja. Vaders, moeders, met kinderen. Die eigenlijk vertrokken zijn vanuit het idee van ik wil iets doen. Ik voel zoveel onrecht, ik kan het niet meer aan. Ik wil echt gewoon vertrekken. Om humanistische redenen, eigenlijk ook idealistische redenen. Ik spreek het ook niet goed, hè. En dan heb je eigenlijk ook gewoon een soort van een profiel dat ertussen zit van sociaal wrakhout. Hè. Niet weten wat doen met zijn leven, een beetje verloren lopen en gemeenschapszin, gemeenschapsgevoel zoeken. In een zeer geïndividualiseerde westerse context. En dan heb je zoiets van, ja, dit verhaal spreekt me wel aan. Dit verhaal spreekt eigenlijk een collectiviteit aan. Ik stap hierin mee en dan ben ik ook iemand. Dus het is een heel breed spectrum. Maar de redenen of de hoofdoorzaak, dat ga je dan kunnen vinden in disconnectie. Eigenlijk gewoon geen connectie meer hebben met... De samenleving, zoals die hier draait, in Amsterdam of in Den Haag of in de Schilderswijk hebben jullie daar ook heel wat te vertellen. In Aarhus, in Denemarken, de Parijse banlieues, noem maar op. Dus je hebt eigenlijk gewoon een soort van alienatie, een vervreemding met de wereld waarin je eigenlijk geboren en getogen bent. Maar je voelt je eigenlijk gewoon een vreemd wezen en je zoekt een... aanknopingspunt, of je nu hoogopgeleid bent, kansrijk zelfs, hè. Ook zij zijn vertrokken, er zijn dokters vertrokken, verplegers, architecten, ingenieurs, ja. Dus die disconnectie op de bepaalde manier, die connectie weer gaan maken? Ja, de connectie eigenlijk, maar dat geldt voor iedereen, denk ik, hè. Wat meer verbinding. En kunst kan daar een grote rol in spelen, literatuur, poëzie. Als we het dan toch over poëzie hebben, heel kort, dat is eigenlijk het kloppend hart van het jihadisme. Jihadi poetry. Ja. Het recruteren, ronselen via het woord. En daarbij spelen heel wat vrouwen een belangrijke rol. Dat zijn de sirenes, de lokvogels van het jihadisme. Dus als kunst, cultuur een rol kan spelen in radicaliseren, dan kan het zeker een rol spelen in deradicaliseren. En dat moeten we meer en meer doen. Maar als ik deze zaal hier bekijk, en heel veel andere zalen, in vele culturele en kunstinstellingen, dan is het vrij wit, hè? Vrij monocultureel. Moeten we dit toch in Molenbeek gaan doen? Ja. Dus eigenlijk, mijn pleidooi is eigenlijk meestal van... We moeten stoppen met instellingen, maar beginnen met uitstellingen. Dat de balie gewoon naar vergeten buurten en hoeken vertrekt en daar een beetje de straten opeisen. Reclaim the streets. De straat heeft iets vies gekregen, hè, van naklank.
straatjongeren, kutmarokkaantjes, straatboefjes. Maar de straat, daar kan je veel van leren. Er is een straatwijsheid. Daar kunnen we gebruik van maken. En die interactie moeten we zoeken. Maar niet binnenshuis, niet intramuros. Ja. Kan ook extra. Ja. Ik denk dat de verbindende schakel toch tussen wat er op straat gebeurt in de publieke ruimte, zeg maar, en wat er in de intieme ruimte gebeurt, waar ze vaak heel radicale dingen horen, en daarbuiten waar ze zich moeten profileren. En dan denk je, ja, Jan en Piet en Wouter, die hebben wel een westers liefje, en wij noemen ze hoeren, want we kunnen ze toch niet krijgen, enzovoort. Alles wat er met die pubergeneraties gebeurt, de schakel die daar ontbreekt, denk ik, is goed onderwijs. En het gaat om onderwijs, volgens mij. Je ziet het zo gebeuren. Een jonge kerel die Ibrahim of Mohammed heet, leuk tot zijn 12, 13 jaar, en shotten met de vriendjes en noem maar op. En ze worden puber en ze worden wat lastig. En hoeveel meisjes hebben nu in Vlaanderen al getuigd, of jonge vrouwen, dat ze naar de pedagogische dienst in het onderwijs moesten gaan en dat ze zei, ik wil dokter worden. En dat die blanke, brave burger dan zei, probeer jij maar verpleegster, dat is beter voor uw meisje. Dus die hele, zelfs niet eens apert racistische betutteling ook van, ja, je krijgt eigenlijk die kans niet, want we denken niet dat je dat aan kunt. En die self-fulfilling prophecy van jongeren, dat men zegt, ja, maar Mohammed is altijd al veel te nerveus geweest. En zo verder, dat sijpelt wel door. Tot en met wat wij weten dat in België echt een schande is, het latente racisme van de KMO's, van de kleine, middelgrote ondernemers. Die krijgt iemand aan de telefoon, die zegt, ik heb uw vacature gelezen in de krant vandaag, kan ik even langskomen? Ja, vandaag om 14 uur, wat is uw naam? Mohammed Dubbel de Pub. Ah, sorry, ze is juist ingenomen, sorry. Een uur later belt diezelfde jongen terug en zegt, ik ben Jan. Ja, kom maar af om 14 uur. Ja, zo kweek je natuurlijk problemen. Dus dat betekent als je ze volgt vanaf school, waar ze inderdaad misschien thuis al rare dingen horen door verbitterde ouders, naar een publieke ruimte waar ze niet aanvaard worden. Ik wil niet aan westers mea culpa doen, hè? Versta me niet verkeerd. Maar het is wel zo dat je kunt traceren wat de causaliteiten zijn. Hoe ze zover komen dat ze op hun 18, 19 nog alleen denken, als ik goed deal, dan heb ik morgen ook een Rolex. En dat ze dan ook vogels voor de kat zijn, dat ze banaliseren. En als daar dan zo'n leuke salafistische imam komt zeggen, broeder, jij kunt groter zijn dan je nu zijt. Ja, dan gebeurt het natuurlijk. En daarop moeten wij in het onderwijs, in de pedagogie, antwoorden op vinden. We moeten hen leren sturen. Ik denk dat vaak. Wat kennen kerels die op het internet gaan van onze samenleving? Porno? Business? Wanneer dragen wij onze zogezegde grote waarden echt aan die mensen over? Zijn we daar eigenlijk al mee bezig geweest met wat wij zo fantastisch vinden? Om hen dat werkelijk uit te leggen? Of gaan we hem alleen van verwijten dat ze het zelf niet vinden? Ik wil hier geen debat openen over porno, hè? Ik ben een overtuigde democraat. As long as you don't hurt anybody. Maar ik bedoel, het gaat over waarden die je probeert te geven aan jongeren die losgeslagen zijn omdat ze geen binding in die samenleving hebben. Hoe kun je die op een andere manier bereiken? Dat is een heel moeilijke vraag. Om op je vraag te proberen antwoorden, dat eist ook een totaal ander beleid, politiek. Dat eist dat we daarin investeren. Dat kost geld om daar burgers van te maken van morgen. Het is ook ingewikkeld, want ik zag in wat ik las in jouw boek was, dat je zelfs jij als dan soms die connectie bijna niet kon maken. Niet die mensen echt kon spreken, omdat ze zeiden, ja, je bent een vrouw, daar gaan we het dan niet aan vertellen. Ja, er geldt nog altijd een zeer strikte scheiding tussen man en vrouw in bepaalde moslim, of in de meeste moslim-extremistische kringen. Maar om even in te pikken op wat jij zegt daar over onderwijs, het speelt inderdaad een heel grote rol. Als ik even kijk naar mijn leven, en dat klinkt zeer cliché, op mijn 12 jaar kreeg ik eigenlijk al het advies dat ik zou eindigen à la cuisine. 12 jaar, ik zou dan de stap zetten naar het humaniora. En mijn moeder, tijdens een oudercontact, werd dan aangesproken door een inspecteur van het PMS. Dus, psychomedisch-sociaal centrum. Inderdaad. Om adviezen te geven naar later toe, welke richting te kiezen in de middelbare school. En mijn moeder, haar Nederlands was niet altijd best. Haar Frans was beter en is nog altijd beter. En het gesprek was dan in het Frans en hij zei tegen mijn moeder van kijk,
elle va tout de même finir à la cuisine. Donc, elle peut peut-être étudier quelque chose de la cuisine. Et elle va terminer tout de même, en dat was nog erger, après un homme. En mijn moeder, ja, dat is, die werd woedend. Die heeft daar in het Arabisch gewoon heel prachtig, een prachtig geldproza afgestoken. Ik was heel trots op mijn moeder dan, maar ik moet er wel aan toevoegen. Het was ook dankzij mijn opvoeding thuis. Het was een aanvulling, het was complementair aan mijn studies. We moeten zeggen dat onderwijs hier vrij eurocentrisch is. Geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur, alles gaat ja, over de westerse grootheden. En kennis over mijn eigen achtergrond, de Marokkaanse achtergrond, de Arabische achtergrond, die ontbrak en die ontbreekt bij heel wat jongeren. En ik heb dan via mijn moeder en via eigenlijk mijn ouders toch wel een andere blik gekregen, een ruimere blik op mijn achtergrond. Ik kende Fatima Mernissi, de socioloog, de bekende socioloog, die inmiddels al overleden is helaas. Al van mijn 16 jaar heb ik haar boeken gelezen, Nawal Sadawi. Intellectuele voortrekkers van emancipatie, van verlichting, van vrouwenrechten. En dat verbreedt je blik. En dan denk je van, je vais pas terminer à la cuisine. En dat is eigenlijk ook iets wat die jongeren nodig hebben. Een connectie niet alleen maar naar de wereld, de samenleving waar ze hier in geboren en getogen zijn, maar ook naar die achtergrond. Ja. Want anders wordt het gewoon gevuld via die satellietzenders, via de jihadistische propaganda, de salafistische, de wahhabistische. Dat is eigenlijk gewoon een open goal. Je trapt het zo in, helaas. Dus ja, als we daar gewoon tot een vermenging zouden kunnen komen, een cocktail binnen het onderwijs, in geschiedenisvakken, in aardrijkskunde, literatuur, noem maar op. Dat is de eerste belangrijke stap voor jou. Dat is heel belangrijk, ja. Anderzijds denk ik niet dat we dat gaan oplossen door bijvoorbeeld binnenkort de Vlaamse leraars geschiedenis te verplichten om de geschiedenis van de Arabische wereld te geven, met een lang gezicht. Dat helpt niks. Het is dus normaal dat in westerse scholen westerse cultuur wordt gedoseerd. Daar moeten we ook niet te zelfkastijdend in worden. Ik vind wel dat je met die jongeren kunt spreken over Dr. Faustus en wat er in Faustus gebeurt. Dat zijn grote westerse emblemen en symbolen van, of Don Giovanni, van wat zijn waarden. En je kunt die wel aanleren volgens mij aan jongeren met een andere achtergrond, dat ze denken, hé, dat is verdomd wel interessant. En dan moet je eigenlijk leraars hebben die niet zogezegd hun curriculum moeten veranderen, omdat ze verplicht zijn, want het is volgens mij de dood in de pot. Maar je moet leraren hebben die open over de morele principes in hun cultuur kunnen spreken en daarover kunnen van gedacht wisselen. Want uiteindelijk spitst de discussie, heb ik al van een aantal leraars gehoord, zich toe op het feit dat plotseling de leraar zegt, planten groeien door fotosynthese en water. Nee, die groeien omdat Allah dat wil. Nee, meneer, ze groeien door fotosynthese en door water. Nee, ze groeien wat Allah dat wil. Wil je op je smoel hebben, misschien, meneer de leraar? Dus je krijgt zo'n situatie. Ja. Dat eist natuurlijk een soort leraar die vast in je seatbelt, hè, die plotseling een totaal andere versnelling moet kunnen schakelen om daar open op in te gaan. Dat mag geen bange Vlaamse of Nederlandse burger zijn die verkrampt reageert. Dat moet iemand zijn die zegt, ja, dat is wel interessant wat je daar zegt, maar ik vermoed wel dat we kunnen er een gesprek over hebben zonder dat we boos worden. En wat wil je zeggen vanuit jouw cultuur? Wat ik misschien niet weet. Dus volgens mij is dat veel belangrijker dan dat we gaan kiften over curricula. Ik zou het ook niet in een curriculum steken, maar eigenlijk de insteken, de invalshoeken zijn te westers. En de verontwaardiging die daaraan gekoppeld is, de emotie die daaraan gekoppeld is, is eigenlijk buitenproportioneel. En dan ga ik een zeer concreet voorbeeld geven. 9/11 werd zeer uitvoerig besproken in scholen. Terwijl dat dan de Maghrebijnse leerlingenpopulatie zoiets had van, maar ja, met wat kom je nu af? Palestina, Irak, Libanon, noem maar op, gebeurt het eigenlijk dagelijks. Wat is het verschil? Ja. En ja, je kan eigenlijk geen graadmeter gaan beginnen zetten van westerse verontwaardiging ten opzichte van andere niet-westerse verontwaardiging. Westerse emotie en niet-westerse emotie. Studies hebben eigenlijk bewezen dat
jihadisme of het moslim-extremistisch verhaal vooral het limbisch systeem van ons hersenen aanspreekt. Het centrum waar de emoties geactiveerd worden. En dat is eigenlijk ook de doctrine, of de verschillende doctrines van het jihadisme spelen daarop in, op emotie. En ik denk dat we die verontwaardiging, dat onrechtgevoel, dat we dat eigenlijk ook meer zouden moeten kunnen aanspreken, een plaats moeten kunnen geven binnen het onderwijs, maar dan met een perspectief dat meer aansluit bij de leefwereld van die jongeren. En ook door kunst en cultuur uiteraard. Ja. Hebben jullie even, want ik wil ook nog even de gelegenheid in de zaal geven, maar hebben jullie wel eens getwijfeld om, jullie hebben alle twee als fictieschrijver en als non-fictieschrijver aan dit onderwerp gewaagd, hartstikke controversieel, heel veel mensen die hebben er een enorme mening over. Heb je wel eens getwijfeld om er iets mee te doen? Dus je denkt, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, dat is heel dubbel. Er is een hele deradicaliseringsindustrie opgestart. Hè. En dat is ook heel jammer, moet ik zeggen. Ik geloof nog altijd in de klassieke ingrediënten van de samenleving. De werkstelling, onderwijs, ja, huisvesting, cultuur, kunst en cultuur. Nou, daar meer in zouden moeten investeren. Veiligheid ook. Hè. We komen politiemensen tekort. Ook dat is eigenlijk een feit en daar moeten we iets mee doen. Daar ook niet vies van zijn, van veiligheid. Dus als we daar al eens mee beginnen met die laag, die basis te versterken, in plaats van ja, weer het warme water te gaan beginnen uitvinden en heel er industrieën en sectoren en dergelijke op te starten, waar weer heel wat versplinterd geld naartoe gaat. Versplinterd geld dat eigenlijk terechtkomt weer in een bovenlaag, academisch, semi-academisch, in onderzoekscentra, universiteiten die studies doen en noem maar op. En onderaan blijft eigenlijk, ja, blijven de dingen onveranderd, helaas. Mm-hmm. Dus wil ik er iets mee doen? Nee, voorlopig niet, nee. Schrijven, erover schrijven. Jij ook niet, of wel? Ik pleeg te zeggen, een schrijver is ook een burger. Ik ben iemand die als burger in een betoging kan gaan lopen. Ik heb mijn burgerrechten, mijn burgerplichten, mijn burgermoraal. Als schrijver ben ik ook bezig met esthetica. Ben ik ook bezig met kunstzaken. En daar wordt het ingewikkelder. Je kunt daar niet de moralist gaan uithangen. Moralistische literatuur is slechte literatuur. Maar literatuur kun je wel vragen oproepen en pijnplekken aangeven. En kun je de onoplosbaarheid van een conflict zo proberen te verwoorden dat het iets doet met mensen in hun emotie of in hun bewustzijn. Ik denk niet dat ik daarmee de wereld kan veranderen, want het is ons lot to preach for the converted. We are converted, aren't we? De vraag zou eerder zijn, kun je met teksten, en ik bespeur bij jou daar een zekere hoopvolheid in, kun je met die teksten ook die barrières slechten? Kan dat? Natuurlijk hoop ik dat, wanneer ik vraag om zo'n tekst meteen in het Arabisch te laten vertalen, hoop ik dat dat kan. Ik vind het fantastisch als ik Dunja daaruit doorlees. Ik vond het ook al fantastisch toen Monique eruit las. Het mag van alle kanten komen. Het moet ergens een stem krijgen. Maar hoe bereiken we hen die we zo moeilijk bereiken? Dat is heel erg lastig. Ik herinner mij dat ik in de jaren 70 en 80 als nog jonge leraar van een kunstschool, een heel typische links-anarchistische kunstschool, waar je ongeveer je reefer in de klas kon roken, alles kon, dat wij ook moesten gaan bussen in de zomer. Foldertjes voor die kunstschool, want de scholen moeten zieltjes winnen. En in Gent kwam ik dan in die volkse Turkse wijken. En al die jonge kerels kwamen er op mij staan. Meneer, wat heb je daar? Ik zei, een foldertje van kunstschool. Dat mag ik niet doen van mijn paas. Nee, ik moet een echt beroep leren. En dat is voor de hoeren, nee, dat daar, wat jij doet. Dat betekent dus dat die bovenste laag van de kunst en de gecultiveerdheid, die wordt dan ook nog een keer afgeraden heel vaak, want dat is geen goed beroep. Als je dan denkt dat wij hopen dat het via de kunst kan gebeuren, hoe gaan we dat doen? Toen Rachid Benzine in Kaaitheater op 100 meter van Molenbeek zijn stuk werd opgevoerd over het Tahrirplein, waren daar misschien 5 moslims. En dat waren mensen die heel erg open zijn, die heel erg bezig zijn daarmee en die zelf zeiden, 100 meter verder kunnen we dat niet opvoeren. Dus we zitten met enorme glazen schotten in de samenleving, die we voorlopig niet geslecht krijgen, omdat we
denk ik inderdaad op dat microniveau zelf er niets aan doen. Ja. Dus we moeten allemaal onze houding veranderen, denk ik, en hopen dat je dan talloze anderen ook het gevoel geeft dat ze bij mogen horen, hoe soft dat nu ook klinkt. Dat is eigenlijk niet soft. Dat is gewoon heel lastig en moeilijk. En daarvoor moeten we niet wachten op de politici. Dat kunnen we zelf doen. Dat heet ook activisme, volgens mij. Zeker. Zijn er nog mensen in de zaal met een hele prangende vraag? Dan komt even een microfoon heen. Jullie hebben het zelf al genoemd. En ik vraag me af of dat niet die internationale politiek, of die niet de reden is. Kan hier, zelfs als met het onderwijs en de veiligheid en wat we ook allemaal kunnen doen in onze samenleving, blijft dat gevoel bij die jonge lui en bij mensen van andere culturen in het algemeen niet? Ja, maar die westerlingen die doen maar met de wereld en met onze landen waar ze zin in hebben, en die dringen hun cultuur op. En dat onrecht wat ze hebben, daar is een reden voor. He, ik heb een boek gelezen waarin staat van, zolang jullie met geweld ons tegemoet treden, krijg je geweld terug. Het ligt voor de hand. Dus ik denk, moeten we niet gewoon eerlijk zijn en kritischer naar onszelf kijken? Ik bedoel naar de politiek die het Westen voert. Ja, het is absoluut een kwestie van geopolitiek. Als je Molenbeek kijkt, dat is een kwestie van geopolitiek. Ik herinner mij Bush in 1991, die met pure onvervalste Bible Belt language zei, we go there as crusaders. Dat is die man gek geworden. Ik heb een boek gepubliceerd, De Bekeerlingen, over de 11e eeuw. Wat er gebeurt met zo'n meisje in de 11e eeuw, dat toevallig in hetzelfde dorp heeft gewoond waar ik een huis heb in de Provence. En dan zie je dat al die problematieken daar al waren. Dat het toen al geopolitiek was. Dat we werkelijk daar alle demonen hebben zelf opgewekt. U moet eens het boek lezen, Les Croisades vues par les Arabes. De kruistochten gezien door de Arabische chroniqueurs in de 11e eeuw. Zo is het mij niet aangeleerd in mijn Vlaamse school, hoor. Het waren de helden, de kruisvaders. We hebben daar dus zeker schuld in. Het aanvallen in de Eerste Irakoorlog van Saddam Hussein is een flater van belang geweest. Inmiddels denk ik, het is mijn theorie, ik denk dat je ze hier en daar ook wel leest. 89 valt de muur. 91 valt het Arabisch Schiereiland aan. Wat was het Arabisch Schiereiland? Dat was post-Sovjet, toch? Dat waren toch allemaal redelijk aan de post-Sovjet samenleving geassocieerde, zogezegd linkse dictators, hè? Gaddafi ook, Saddam Hussein ook. Zonder enige kennis van het verschil tussen de Shia en de Sunni vallen ze daar binnen. Zonder enig bewustzijn van wat de kwestie Palestina doet met de Arabische wereld. Vanuit de lobby, vanuit New York, vanuit het geweld dat daar gepleegd is, heeft men de lont in het kruidvat gestoken. Dus als je zegt, die jongeren zitten daarnaar te kijken, natuurlijk kijken die naar. Als ik met hen spreek, dan gaat het over niets anders. Van, ja, Syrië, weet je wel, de F-16's. Ik hoorde nog een moslim ergens in een filmpje op Facebook zeggen, on n'est pas en guerre avec la France. Pourquoi la France nous attaque? Syrië is niet officieel in oorlog met Frankrijk. Maar waarom sterven onze mensen onder Franse bommen dan? Leg dat eens uit aan mensen die geen geopolitieke studies gemaakt hebben. Hoe werkt dat? En u hebt daar zeker gelijk in. Dat is een gigantisch probleem. En die jongeren radicaliseren omdat ze zich focussen op dat verhaal. He, wij zeggen dan, ja, je moet dat verhaal groter zien, et cetera. En wij hebben geen schuld. Wij zijn mensen onder elkaar. Vandaar dat ik ook altijd van daaronder wil beginnen van, maar tja, ja, daar zit het natuurlijk. Daar is het begonnen. En het ging volgens mij de steeds erom om het Arabisch Peninsula uit de klauwen van de post-Sovjet te houden van Poetin. Wat is er eigenlijk gebeurd in Syrië? Het was toch Poetin tegen de VS, hè? Dat is een geopolitiek schaakspel. Gevochten met wapens die de Westen daar aan hun verkopen. Maar het is eigenlijk een. Er is meer oorlog tussen Sunni en Shia's dan er is tussen alle islam tegen de Westen. Dat is gewoon een feit.
Saudi-Arabië is een heel grote bron daarin. Met wahhabisme, dat is ook, die zijn de gedachtegoedmeesters van Daesh. En, sorry, am I speaking too much or too slowly? Yes. de discoördinatie met de westerse beleving had jij benoemd. Hè? Dat die, ze zijn niet meer immigranten, die zijn tweede, derde generatie. Maar ze doen niet zo veel om zelf hier aan te assimileren. Ze houden steeds achter de gesloten deur, zoals jij zei. Ben je niet mee eens dat eigenlijk... Het is heel moeilijk voor een oude religie met een cultuur daaraan heen gewikkeld te assimileren in de westerse wereld, terwijl ze hebben zelf geen verlichtingproces ondergegaan en ze weten niet wat alle Europese geschiedenis heeft ondergegaan om dit staat te realiseren. Ze weten niet over alle bloedvergieting in het westen. En ze moeten in time travel. Die moslims die moeten. Do you think they have to travel in time now? I think it's a shame. 600 years, they can't catch up. Too much time. De islam, of ja, de islam in Europa bestaat al een hele tijd. En zoals Stefan zei, het manifesteert zich nu echt enorm wel, hè, het conflict tussen wij en zij, pas bij de derde generatie. Mm-hmm. En die derde generatie, ik heb er al genoeg van gesproken, om te weten van ze weten geen bal van de islam. De jongeren die ik gesproken heb in Molenbeek, en het zijn er heel wat, ik heb dat jarenlang opgevolgd, zijn eigenlijk meer kleine criminelen dan moslims. Ik spreek dan ook over een gangster-islamisme. Het zijn kleine criminelen die werden ingezet in islamitische of islamistische bendes. Hè? Salah Abdeslam, heel de Parijse klan, om het zo maar te zeggen, maakte deel uit van een straatbende. De bende van Papa Noël. Die daar zat als een heer en meester en zijn kinderen uitstuurde, andere kinderen uitstuurde op straat om kleine criminele activiteiten uit te voeren. En ze moesten dat dan als kleine Oliver-twistjes, moesten ze de buit aan hem geven. Dat is dus hoe het echt gegaan is, van in het begin. Men heeft die kleine criminele bendes gewoon laten doen. Ze waren een beetje, laten we zeggen, onschuldig. Ze groeiden er wel uit. Het zal zich wel organisch oplossen. Maar dan krijg je natuurlijk die invloeden van buitenaf. En je krijgt natuurlijk die hele geopolitieke context, waarbij het niet blijft bij kleine criminelen. En die kleine criminelen, je kan geen jihadisme uitvoeren, je kan niet moslim-extremist zijn, actieve moslim-extremist zijn, zonder criminele achtergrond. Daar komt heel wat bij kijken. Er komt wat bij kijken in de zin van safe houses hebben, houden, organiseren. Trajecten uittekenen, trajecten van Brussel, van Amsterdam, van Den Haag, van heel Europa, richting Syrië. Dat doe je niet zomaar. Daar heb je heel wat criminele kennis voor nodig. En logistiek? Logistiek, wapenhandel, drugshandel, dat er eigenlijk ook wel tussen zit om het te kunnen financieren. Andere vormen van financieringen, witwaspraktijken. Het gaat om een heel sterke criminele component binnen het jihadisme met een islamitische saus. Ja. Een islamitische saus, dat is eigenlijk het wij-zij-verhaal, het schisma. Vergroten, polariseren. En daar komen heel wat doctrines bij te kijken. Een doctrine van loyaliteit en dissociatie. Hè? Loyaal zijn naar uw eigen groep toe. Het versterken van gemeenschapszin, gemeenschapsvorming. Een broederlijkheid, een verbroedering. En het afstoten van het verketteren van de ander. Dus echt die kloof vergroten, dat is één belangrijke doctrine. Een andere doctrine is eigenlijk ook wel man-vrouw verschillen enorm benadrukken. Maar achter de schermen is het eigenlijk één pot nat. Is een ander verhaal, want dat brengt ons op een ander thema.
Dus eigenlijk gaat het om gangster-islamisme, wat we daar hebben meegemaakt in Molenbeek. Maar zie je ook even goed in de Schilderswijk, Amsterdam-West en dergelijke. Zonder criminele achtergrond kan je het niet maken binnen die kringen. Dus, meneer, dus de islam speelt wel een rol, maar een zeer minieme rol. Dat kan ik stellig zeggen. Maakt niet uit, ik wil wachten. U beide, meneer en mevrouw, u had altijd over de redenen van radicalisering. U noemt wel wat uitsluiting, niet te huis voelen en dat soort dingen. Maar ik hoor u niks te zeggen over de ideologische basis van radicalisering. Eigenlijk, het feit, het gaat mij niet alleen om het aantal mensen die terug aan de slagen belegen. Dat is natuurlijk heel erg. Maar als je kijkt vooral naar die moslimsgemeenschap over het algemeen in Europa, althans in Amsterdam, ook mensen die ook geen toeristen of zo, maar hun manier van islam interpreteren, ze hebben bijna volledig overgenomen van landen als Saudi-Arabië, Qatar, Golfstaten. Dus ik vind ook persoonlijk in de politieke islam, zoals moslimbroeders, there is no bad and good guys. Eigenlijk, er zijn miljoenen moslims die misschien geen terroristische aanslagen plegen of geen ISIS-aanhanger zijn, maar ze zijn misschien met de manier waarop het gebeurt eens, maar eigenlijk met het doel niet. Dus ik bedoel, vindt u niet dat de reden in principe ideologisch is? Of wij vinden of er een ideologisch principe achter zit of niet? Is dat de vraag? Ja, daar zit ook een ideologisch principe achter. Hè? De ideologie van het salafisme. En dat uit zich op drie manieren. Je hebt de apolitieke beweging, die eigenlijk een beetje zoals die Amish leven, hè? Zeer afzijdig, maar zich niet met politiek bemoeien. Je hebt dan de politieke beweging en je hebt dan de gewelddadige. En dan zitten we al in het jihadistisch spectrum. Dat zijn dus de drie stromingen, de drie belangrijkste stromingen binnen het salafisme. De eerste twee die ik genoemd heb, de apolitieke en de politieke, worden aanzien als voorkamers van radicalisering. Dus salafisme heeft zoveel gezichten, zoveel kamers. En dan is het een beetje zoeken, hè, waar dat je terechtkomt. Dus er zit natuurlijk zit er een ideologie, een basis. Dat gaat hier om een dogma met doctrines, een paradigma. Maar het probleem dat zich vooral situeert bij jihadisten, dat is eigenlijk terug te voeren naar criminaliteit. 80% van degenen die vertrokken zijn, hebben een crimineel dossier. Met andere woorden, is niet ideologisch, maar sociaal. Het is sociaal ook, ja, zeker. En daar komt natuurlijk bij de vraag die daar beantwoord is gebleven en waar ik niet mag op antwoorden. Ik denk dat Hint Tamir over weet. De complexiteit op het Arabisch Schiereiland inderdaad tussen Shia en Sunni. We hebben daar waarschijnlijk een bom in een kruidvat gegooid dat al 1000 jaar bestaat en dat wij verergerd hebben. We hebben dat niet beseft wat dat was. En dat is volgens mij ook erger geworden. De hele strijd tussen Iran en Saudi-Arabië. We zijn nog niet klaar daar. Nee, natuurlijk. Niet klaar daar. We gaan dit gesprek even afronden, want antwoord voor sommigen echt een hele lange zit. Dus alle vragen die u heeft, kunt u nog aan de bar bestellen. Want u krijgt ook een consumptiebon, kunt u nog een drankje halen. Dit thema zullen we zeker ook in het forum verder behandelen, want dan zijn we nog lang niet meer klaar, zoals we dat horen. Ik wil graag een heel hartelijk applaus voor Dunja, voor Stefan en voor Hint. En dank u wel voor de aandacht. Het boek is ook te koop van Stefan. Dus als u langs de tafel naar buiten komt, daar is zijn boek te vinden en te koop. Ja.